Welkom en wat goed dat je kijkt naar deze video. Vandaag wou ik het gaan hebben over kuitklachten. En dan uh, kuitklachten met name tijdens het wandelen of tijdens het hardlopen. Ik heb al meer video's hierover gemaakt, dus vind je het een interessant onderwerp, kijk ook zeker naar die. Een spier kan enkel en alleen goed presteren wanneer hij voldoende bloed krijgt. Wanneer een spier niet voldoende bloed krijgt, dan gaat hij op een uur een beetje tegensputteren... En dan kan die bijvoorbeeld gaan ontsteken of een andere blessure kunnen krijgen, of bepaalde krampen krijgen. Daar ga ik het in deze video over hebben. Daarnaast kan je ook gelijk goed het verschil zien tussen een fysio- en een osteopaat qua kijkwijze. Zoals je van ons gewend bent, gaan we dus weer beginnen met een stukje anatomie, zodat het precies duidelijk wordt waarom je kuitklachten zou kunnen krijgen. Nou, we kijken hier natuurlijk aan, tegen de achterkant van een persona. En dan zien we hier de kuit. En zoals ik al zei. En kuit heeft bloed nodig om goed te kunnen functioneren. Anders krijg je klachten. Nou, het bloed van de kuit die komt natuurlijk van het hart vandaan. Die komt zo van boven. Die gaat aan de voorkant van je uh, lies zeg maar, naar buiten. En vervolgens gaat hij naar achter. En dan loopt hij zo naar beneden naar je knieholte. En daar kan het probleem ontstaan. Want in de knieholte dan moet hij tussen verschillende spieren door. En als die gespannen zijn, dan kan hij dus ingeklemd raken. Ik zal even de spieren verwijderen. Kijk, je ziet hier de oppervlakkige kuitspier. Dan zal ik die weghalen, want daar loopt hij tussendoor. En dan zie je hier nog een andere spier, dus de plantaris. Daar loopt hij onderdoor. En hij loopt over deze spier heen, de populitius. En dan vervolgens gaat hij hier in de diepte door een gat met de diepliggende kuitspier. Nou, wat is het probleem? Als een van die spieren of eigenlijk allemaal wat meer aangespannen zijn, dan wordt zeg maar die ruimte, ik zal even de andere pakken, kleiner. En als die ruimte kleiner wordt, dan wordt die ader zeg maar ingeklemd en krijgt de kuit vervolgens niet voldoende bloed. Deze ader heet de arteria poplitea en als het echt in grote maat is, dan krijg je het compressiesyndroom van de arteria maar het komt niet heel veel voor. Het komt voornamelijk voor bij mensen die wat meer hardlopen en mensen die veel oefeningen doen met de knieën. Als osteopaat behandelen wij voornamelijk de wat mildere varianten. En wat zou je dan kunnen doen? Nou, je zou er dus zo aan kunnen denken om deze ruimte wat meer te ontspannen. Dus zeg maar alle spieren die erbij betrokken zijn: de kuitspieren, deze plantaris, die popliteus, maar in mindere, meer en mindere maat ook je hemstring. Zou je dus meer willen ontspannen? En dat kan je dan doen door directe spiertechnieken. Maar je zou ook kunnen denken: die spieren die krijgen hun zenuwen vanuit de lage rug. Dus als je een probleem hebt in de lage rug, kan dat ook weer een invloed hebben op de spieren bij de knie. Het is dus van belang dat je even goed laat kijken van waar zit het probleem en waar komt het probleem vandaan. En uit mijn ervaring, dan weet ik dat deze spier, de popliteus, vrij vaak best wel gespannen is. Ik zal je ook zo dadelijk een oefening geven die ervoor kan zorgen dat je deze spier wat meer kan ontspannen. Nou is dat natuurlijk maar één oefening voor één spier, dus ik snap ook al dat dat niet alles oplossen, maar probeer hem en misschien is dat voldoende om rust te creëren in die knieholte, waardoor die adem wat minder wordt ingeklemd. De techniek waarmee je de populitius wat kan ontspannen: wat ga je doen? Je gaat zitten en je laat je voet wat naar binnen vallen. Dus overdreven gezegd, deze kant op. Je gaat zitten en je laat je voet wat naar binnen vallen. Beide duimen die plaats je in de knieholte. En je gaat die kant op duwen, schuin naar voren. Dan zit je recht op die spier. En als die gespannen is, is dat niet prettig. Dan zoek je het meest vervelende puntje op. En die blijf je net zo lang intuwen. Zodat de pijn afneemt. En als je denkt van, de pijn is weg. Dan kan je hem loslaten. En als je heel erg dapper bent, dan kan je nog een plekje opzoeken. Een ander plekje die ook nog gevoelig is, dan duw je die ook nog in. Net zolang totdat hij ontspannen is. Je moet niet te hard duwen, want daar loopt natuurlijk je bloedvat achter en een paar zenuwen. Dus je mag best wel duwen, maar niet te hard. Je moet niet uh, uitval krijgen in je been of zoiets dergelijks. Dat was de techniek om je poplitjes te ontspannen. Er zijn natuurlijk nog veel meer oorzaken waarom je last zou kunnen hebben van je kuiten. Dus het is niet realistisch om te denken dat deze techniek voor iedereen werkt. Maar probeer hem en als hij werkt, dan helpt hij. Ik raad wel altijd aan, als je last hebt van je kuiten, ga even langs bij een osteopaat om te kijken van, hé, hey, wat is nou eigenlijk de echte oorzaak van je kuitklacht. Vond je dit nou een leuke video, abonneer dan op mijn kanaal. Vind je het fijn als ik een keer naar je kuitklacht kijk? Plan dan even een gratis pijncheck in. Dan kan je gewoon een keer langskomen. Ga ik in een kwartiertje even kijken of ik iets voor je kan betekenen. Dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer.